De vierdaagse muurschildering is af. Op de hoek van de Molenstraat en Plein 44 pronkt sinds vandaag een kunstwerk dat de geschiedenis en heden van het wandelevenement bij elkaar brengt. De muurschildering is een initiatief van Waal Paintings, een project dat met street art de Nijmeegse geschiedenis zichtbaar maakt. De vierdaagse begon namelijk als een oefenmars voor militairen. Inmiddels lopen er tienduizenden mensen mee, waaronder ook internationale wandelaars uit meer dan 70 landen. De muurschildering brengt deze twee werelden bij elkaar. De legerkistjes in het midden bijvoorbeeld staan symbool voor het ontstaan van de Vierdaagse als militaire oefenmars. En de Wereldbol vertegenwoordigt het internationale karakter dat het evenement tegenwoordig heeft. De muurschildering is ontworpen door kunstenaars Maurice Broekhoff en Ulysses Josso. En het duo is maandag begonnen met schilderen. Het project kostte ongeveer 5000 euro. Dat bedrag werd opgehaald door middel van crowdfunding en Stichting de Vierdaagse deed ook een bijdrage.